going to regret this. De tweede Death Star was inmiddels al meerdere keren opgeblazen. Luke Skywalker was een Jedi. Elke memorabele scène uit de Star Wars saga was inmiddels in gamevorm voorbijgekomen. Omdat ontwikkelaars niet steeds hetzelfde wilden blijven doen, moest er uitgeweken worden naar andere manieren om de licentie te benutten. Star Wars in de bioscoop lag ver achter ons, maar op het kleine scherm thuis werd er weer volop leven ingeblazen. In 1985 verscheen Star Wars Droids, een animatieserie waarin R2-D2 en C-3PO de hoofdrollen hadden. Situerende voor de eerste film waren de droids keer op keer op zoek naar een nieuwe meester om te dienen, wat resulteerde in de meest bizarre avonturen. Droids is origineel ontworpen voor de Amstrad CPC, de Commodore 64 en de ZX Spectrum. Er werd niet gekozen om een verhaal uit een aflevering te volgen, maar om een compleet nieuw avontuur aan de speler voor te schotelen. C-3PO en R2-D2 moesten zien te ontsnappen vanuit een groot complex, terwijl andere droids hen moesten stoppen. Oh, sir, please. We have clearance. In verschillende levels moest je door 6 acties te kiezen steeds verder naar de uitgang zien te komen. Ontwikkelaar Binary Design koos ervoor om de knoppen op het scherm te laten zien, waardoor jij altijd wist welke acties mogelijk waren. Deuren openen, terminal detonators gooien, het was allemaal mogelijk. Never mind about the door, R2. What about me? Meten door deze manier van besturen en het feit dat de gameplay weinig interessant was, wist Droids tijdens haar release in 1988 geen grote groep fans aan te spreken. Save yourselves out of the way. Het spel deed weinig om de gamer vast te houden en wist al helemaal niet het authentieke Star Wars gevoel te geven. R2, do something. Hoewel gaming nog redelijk in de kinderschoenen stond, werd snel duidelijk dat dit niet de manier was waarop fans van de saga hun avonturen door wilden zetten. Droids werd snel vergeten. Gelukkig hebben we de tekenfilm nog. I think it might be better to leave the freedom fighting to R2. After all.